De Chinese telecomgigant Huawei heeft 1000 tablets en 100 routers aan Suriname gedoneerd ten behoeve van het e-learning project. 100 scholen zijn in aanmerking gekomen voor tablets. Op de reguliere persconferentie van de overheid zei Gardelito Hewaki, coördinator e-government, dat er in december 2019 een aanvraag bij Huawei is gedaan ten behoeve van een e-learning pilot. Hewaki gaf aan dat de implementatie van het project wel aangepast moet worden vanwege de COVID-pandemie. Waar wij dus de request gedaan hebben voor 100 scholen in het achterland, moeten we dus nu samen in de werkgroep bestaande uit onderwijs, e-government, PTC, Telesuur en de UNESCO die een Moodle-partner is. Werken wij dus nu aan de wijziging van de strategie en kijken wij ook hoe snel, want nu moeten we dan sneller dan gepland was, dit e-learning platform opleveren, zodat het onderwijs gebeuren feilloos of zo vlekkeloos als mogelijk door kan gaan. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zal een toezichthoudende rol hebben bij dit project. Minister Lilian Ferrier hoopt dat middels e-learning vooral de kinderen in het binnenland meer kansen krijgen in het onderwijsproces. We will take this opportunity by using the tablets not only to put up the official curriculum in Dutch, but also to make use of the traditional languages to give the instruction in the languages which are used in those resorts of Suriname, which is very unique. So we hope that with this leaping forward, the children in the interior will get more chances to succeed in the educational process. Tot zover minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Ze sprak gisteren op de persconferentie van de overheid. De implementatie van e-learning zal in een werkgroep verder besproken worden.